Leuk dat je luistert naar Nergens een Ding van Maken. En ik dacht, laat ik het eens hebben over vrede. En net zoals bij de vorige, van de vraag wat is liefde, zei ik al, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Je kunt wel zeggen wat liefde niet is. En hetzelfde geldt voor vrede, of voor eenheid, of voor de werkelijkheid. Het is heel moeilijk om te zeggen wat het is, maar je kunt wel zeggen wat het niet is. Nou, je zou vrede zou je kunnen zeggen, is het einde van conflict. En wat is conflict? Conflict betekent niet alleen ruzie of oneenigheid met je buren of met een ander mens of met je hond omdat hij niet doet wat jij wilt. Nee, conflict is iets innerlijks. Je kunt innerlijk in conflict zijn, blijkbaar. En daarmee verlies je je vrede. Dus conflict en vrede kunnen nooit samen bestaan. Zodra er enige vorm van conflict in jouw geest binnensluipt, ben je de vrede kwijt in je bewustzijn. Hè? Dit gaat allemaal om bewustzijn. Niet om de werkelijkheid. Maar het bewustzijn is voor jou de werkelijkheid. Dus het gaat om jouw werkelijkheid. Het verlies van je vrede is wanneer er een conflict is in jou. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn tussen denken en voelen. Tussen willen en doen. Tussen zeggen en denken. Hè, als daar dus een verschil tussen bestaat, als daar een grens tussen bestaat en het een is niet gelijk aan het ander, is er al sprake van conflict. Maar dat kan ook in het denken zelf. Bijvoorbeeld een grens tussen positieve gedachten en negatieve gedachten. Dan heb je ook al een conflict. Of bij gevoelens. Je hebt positieve gevoelens en negatieve gevoelens. En dan heb je dus al een scheiding gemaakt. Je hebt al beoordeeld. En vanuit die beoordeling ontstaat een conflict. Want er is een grens. En een conflict wil zeggen twee of meer verschillende dingen die voor jou betekenis hebben. Die voor jou waar zijn of werkelijk zijn. En je kunt ook een conflict hebben in je wil. Dat je dus eigenlijk tweeslachtig bent in wat je wilt. En dat is heel vaak het geval bij een mens. Dat die dubbel is. Dat die het ene wil, maar ook het andere. Of dat hij iets wel wil, maar toch eigenlijk ook weer niet wil. Hij is vertwijfeld, hij is gespleten in wil. Hij is niet eenduidig. Er is geen eenheid van willen in zichzelf. En daarmee is hij ook niet in vrede. Hoe kun je in vrede zijn als je twee dingen wilt die van elkaar verschillen? Je kunt nooit twee kanten tegelijk opgaan. Je kunt nooit twee dingen tegelijk willen. Je kunt ook nooit twee dingen tegelijk denken. Je kunt ook nooit twee dingen tegelijk voelen. Maar zodra je dat wel ervaart, heb je als het ware de tijd ingevoerd in jouw denken en volgen verschillende tegengestelde gevoelens en wensen elkaar op. En een wil is ook vaak dubbel of tegenstrijdig, omdat de wil een wens is. En elke wens heeft ook een andere kant en dat is angst voor de vervulling van die wens. Dus verlangen, hè, dus een wens zou je verlangen kunnen noemen.
Als jij iets verlangt, ben je tegelijkertijd bang voor de vervulling van dat verlangen. Angst en verlangen zijn twee kanten van dezelfde medaille. En daarin zit dus al een dualiteit of een conflict. Je zou dus ook kunnen zeggen dat conflict is dualiteit. Op wat voor manier dan ook is ergens een splitsing, is ergens twee of meer. En de dualiteit verstoort je vrede. Innerlijke vrede is dus dat de dingen in jou, of ja, dingen kun je niet zeggen, maar alles in jou één is. En niet alleen dat alles in jou één is, maar dat doordat alles in jou één is, ben jij ook één met dat wat jij zogenaamd buiten je ziet. Je bent daar dan ook niet meer mee in conflict. Oftewel, je bent daar niet meer mee in strijd. Dus als de strijd wordt opgegeven, val je als het ware in de vrede. En vaak zijn we ons niet eens van bewust dat we strijden. Elke lichte vorm van irritatie vanwege het een of het ander, zelfs als een computer het niet doet of zo, is al een vorm van conflict. Je voert als het ware dan al strijd met dat wat jij als irritant ervaart. Er is al verzet. Er is al, ik wil het zo. En je hebt eigenlijk al bepaald. En op het moment dat jij gaat bepalen, dan zul je in conflict verkeren. Dus vrede is eigenlijk de aanvaarding van alles wat is, wat inhoudt dat jij niet langer wilt bepalen hoe de dingen zouden moeten zijn in jouw ogen. Of wat je zou moeten denken of voelen of willen in jouw ogen. Het is het einde van al je bepaling, van al je beoordeling. Dus eigenlijk is het dat je dan niets meer zelf doet en zelfs niets meer wil. En als je op dat punt komt van niets meer willen, dan val je in de vrede. En op dat moment ontdek je ook dat vrede jouw wil is. Dat vrede jouw enige ware wil is. Want wat valt er nog te strijden als je bent met wat je ten diepste wilt? Als je dus gewoon je wil bent. Dus er is niet meer een verlangen naar iets wat je nog niet hebt bereikt, maar er is een samenvallen of een één worden met dat wat je altijd hebt gewild. En dan valt het willen natuurlijk weg. Als je samenvalt met wat je wilt, valt er niks meer te willen. Want je bent dan wat je wilt. En daarin zit de grote bevrijding. Je bent je wil. En die wil die jij bent, is één wil. Je zou kunnen zeggen, het is Gods wil. Het is de universele
wil die één is in zichzelf. Er bestaat dan geen andere wil meer. Stel dat je, nou ja, weet ik hoeveel mensen je hebt op de wereld, en dat die allemaal een eigen wil hebben. Nou, dan kun je al voorstellen dat dat tot vele conflicten en veel onvrede leidt. En op het moment dat je beseft dat jouw wil de universele wil is, dan doe je niet meer mee aan de strijd van alle individuele willen. Die valt eenvoudig weg. Is niet meer van betekenis. Want jij hebt voor die ene universele wil gekozen en bent daarin gevallen en daardoor ben je die wil geworden. En dan maak je geen dualiteit meer. Je trekt geen grenzen meer. En dan ben je vrede. Dus je bent dan die vrede. En die vrede zijn is tegelijk het geluk zijn, de liefde zijn, de eenheid zijn, vervuld zijn. Je hebt dan geen eigen agenda meer. Laat staan een dubbele agenda. Want als je in conflict bent, heb je altijd een dubbele agenda. He, dus als je bijvoorbeeld het ene wilt en het andere doet, dan heb je twee agenda's. Of als je het ene doet en het andere denkt, dubbele agenda. Je verbergt dus één deel en kiest voor een ander deel. En dus ben je dubbel en heb je een dubbele agenda. En dubbele agenda hebben is het recept voor conflict en onvrede. Als je in vrede bent, ben je volkomen één. Dus je bent ook volkomen transparant en je hebt geen geborgen verlangens. Je hebt niks, je houdt niks achter, je verbergt niks. Je verbergt niks voor de ander, je verbergt niks voor jezelf. Er is geen onbewuste, zou je kunnen zeggen. Je zou het onbewuste dat kunnen noemen wat je verbergt. En dat wat verborgen blijft, wordt duister, omdat je er geen licht meer op laat schijnen. Maar niets laat zich verbergen. Dus dan komt het op een heel verwrongen manier uiteindelijk toch tot uitdrukking. Met alle ellende van dien. Dus vrede is het einde van alle duisternis. En het is eenduidig zijn van wil door samen te vallen met de universele wil. Nou, tot zover. Dankjewel voor het luisteren.